We zijn in Tiene beland op de Bergervest met Lucas Joosen. Van welke club? Ik ben de voorzitter van Royal Racing Tiene Tennis Club. En ik denk een vrij jonge voorzitter, hè? Ja, ik heb 3 jaar geleden of 4 jaar geleden overgenomen toen ik 25 was. Dus het was redelijk jong, ja. Ik denk dat de jongste van Limburg, dus het was wel een uitdaging. De tennisclub hier in Tiene, of Royal Racing Tennis Club Tiene, wat houdt dat precies in? Wel, ik zie ons graag als een club voor iedereen. Ik zou graag de voorzitter zijn voor heel de binnenring van Tiene. Ik vind tennis de mooiste sport ter wereld en ik vind dat iedereen daarvan zou moeten genieten. En dat is hier denk ik zeer mogelijk, omdat wij ook kwalitatief, maar ook sterk in prijs zijn qua lessen en ook qua consumpties en zo. Dus wij willen echt wel een aanbod uitwerken voor iedereen. Wat maakt tennis de mooiste sport? Wel, ik zelf vind dat je een gevecht tegen de tegenstander, maar ook met jezelf. Je leert heel veel tijdens het tennis spelen over jezelf, over je karakter. Maar ook de vriendschap die je maakt op en naast het plein. Het is altijd een zeer sportieve, joviale, gemoedelijke sport geweest. Als je hier speelt of op andere clubs in de buurt. Het zijn echt mijn vrienden dat je speelt en dat maakt het zo mooi. Als jij de voorzitter voor iedereen wilt zijn, dan veronderstel ik dat iedereen hier ook welkom is. Absoluut. Iedereen, jong, oud. Het maakt me niet uit. Iedereen mag tennissen. Recreatief en competitief. Absoluut, absoluut. Ja, we zijn op de eerste plaats natuurlijk een recreatieve club. Maar we spelen ook elk jaar interclub. En dat is dan in het gewest Limburg of in het gewest Vlaams-Brabant. En dan spelen we tegen iedereen in de buurt. En dat is ook altijd zeer joviaal. Dat is met eten nadien en zo. Dus dat is echt zoals het zou moeten zijn, een sport. Sportief en naast de sportieve kant ook gewoon de gemoedelijke kant, ja. Jullie hebben hier enkel buitenterreinen. Wat betekent dat voor het seizoen, of het tennisseizoen hier? Ah, wel, wij zijn in C zijn wij een zomerclub. Dus kan je hier terecht om in de zomer te tennissen. Maar we hebben een samenwerkingsverband met de Grand Slam hier een beetje verder op de ring. Wat wil zeggen dat onze leden, als het hier slecht weer is, binnen mogen spelen. En hun leden, als daar geen plaats is, buiten mogen spelen. Wij kunnen ook onze winterlessen daar verder zetten. En onze leden kunnen ook een vast terrein huren daar om in de winter te kunnen spelen. Dus eigenlijk over de twee clubs heen zijn wij een all-year-round club, zal ik het zo zeggen. Jullie hebben ook een zomeraanbod voor kinderen. Veronderstel ik niet onbelangrijk, gezien dat de grote vakantie voor de deur staat. Absoluut, absoluut. We beginnen eigenlijk in april met de lessen. Dus dat zijn zowel voor volwassenen als voor kinderen. Wij hebben nu ook sinds dit jaar 2 jeugdveldjes opnieuw aangelegd. Dus wij richten ons echt wel op de club, want op de jeugd bedoel ik met de club. Omdat wij zien de jeugd echt als toekomst. Want zonder jeugd zijt je als club niks. Wij bieden in de zomer ook een paar kampen aan. Dus de mensen kunnen zich daar op de site voor inschrijven. En hun kinderen zijn zeer welkom. En dat gaat ook van alle niveaus, van alle leeftijden, kunnen hier terecht in de zomer. Staan hier nog andere evenementen of activiteiten gepland deze zomer? Voor de iets ouderen dan misschien onder ons? Wel, wij proberen iedereen samen te brengen op de club. Dus elke donderdag spelen wij een Ready to Royal. En dat wil eigenlijk zeggen dat iedereen van de club zich mag inschrijven. En dan speelt iedereen met iedereen. Zodat heel de club elkaar wel leert kennen. Verder doen wij ook altijd een paar gemoedelijke toernooitjes samen. Wij sluiten ook altijd af met een barbecue. En de eerste 2 weken van augustus organiseren wij ons jaarlijks toernooi. En dat is het grootste evenement van het jaar. Waar dan iedereen van omstreek en zelfs heinde en verre naartoe komt om hier te komen spelen. Heb je misschien dan nog een laatste boodschap richting de kijkers om die te overtuigen om lid te worden of om eens een kijkje te komen nemen op deze club? Wel, als voorzitter van deze club vind ik dit natuurlijk de beste club van België en de mooiste club van België. En ik raad iedereen aan om eens een kijkje te komen nemen, al is het maar om iets te drinken op ons terras en een beetje van de sfeer op te snuiven. Het is zeker de moeite en de mensen hier, alle vrijwilligers, zullen altijd met een glimlach en met open handen ontvangen. De club is alle dagen van de week open? Wel, wij werken met vrijwilligers, dus dat wil zeggen dat de bar niet alle dagen open is. Wij doen 's avonds van 7 tot 11, komt er iemand aan de bar open doen. Maar de club zelf is altijd open. Dus je moet op de site reserveren en dan kan je binnen om te komen spelen. Dus dat kan alle dagen van de week, elk uur van de dag kan je komen spelen.
En dan nog een allerlaatste vraag. Die website waar mensen op terecht kunnen, dat is? Dat is racingtinetc.be. Dan wens ik u te bedanken voor dit interview en veel succes komend zomerseizoen alvast. Dankjewel, dat komt zeker in orde.